Iedereen van harte welkom in de UFO. Dit is een van de ontvangstruimtes. We hebben twee van deze ruimtes. Henny van der Mos laat vol trots zijn draaiende UFO-restaurant aan de buren zien. De ondernemer bouwt in Rotterdam-Charloos naast de Maastunnel een attractiepark. En het bijzondere restaurant is daar onderdeel van. Het is zo goed als klaar en daarom werd de buurt hoogstpersoonlijk door de Overijsselse multimiljonair uitgenodigd en rondgeleid. Goed, dan gaan we deze kant op, die deur. Ik vond het interessant en leuk, ja, voor in onze buurt. Een draaiend restaurant, hè? Een draaiend restaurant, ja. Gaat u een keer naartoe? Ja, zeker weten. Het is nu een beetje vol geboekt, maar ik zou het echt graag willen. Ik heb niet gedraaid in het restaurant, maar het moet een draaiend restaurant, een UFO-idee worden. En ik denk dat je bovenin zit, dat je best een mooie view hebt over, dat denk ik tenminste, over Rotterdam. Kijk, als de mensen in de omgeving trots zijn op mij, en ik ben trots op hun niet, dan straalt er ook trotsigheid uit. Als de mensen uit de omgeving niet trots zijn, dan straalt er ook niet trotsheid uit. Nou, dan doe ik mezelf tekort. Ben je een beetje gek op Rotterdam? Ik word steeds gekker erop. Ja, maar ik ben ook een beetje Rotterdams bloed. Hè? Niet lullen, maar poetsen. In november moet het restaurant echt gaan draaien. Daarna begint de bouw van de rest van de attractie, zoals het Reuzenrad. Speelstad Rotterdam is volgens Van der Most in april volgend jaar klaar. Jaren later dan gepland.